jouw plek op kunnen doen? Sean en Hassan, dat zijn de jongerenwerkers van Cumulus. Die zijn bij ons gekomen en die vroegen op een gegeven moment, kunnen wij, we hebben een x-aantal jongens, en kunnen wij daar iets mee? En het zijn jongens van hier van Overvecht. En dus hebben wij gezegd zo van, nou, daar staan wij open voor en dat willen wij graag doen, zo'n samenwerkingsverband. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja. Dus die jongens zijn eigenlijk al jarenlang bij ons in beeld. En vooral in het begin was het eigenlijk, ging het niet zo goed met een paar. En nou ja, we hebben dus gelukkig hebben we die net om kunnen draaien, zodat het nu wel weer goed gaat met ze. En jongens werken, zitten op school, volgen opleiding. Dus dit doen ze dan echt puur als hobby? Ja, dit is puur als hobby, ja. Ja. Zijn zij aan het vriezen, dan kan je lopen. Goed, loop. Ja, moet je nog één keer proberen, want hij ziet er heel mooi uit. En waar gaat dit stuk over? Over identiteit. En daar heb ik het niet over identiteit van wie ben ik. Deze. Natuurlijk, dat zit er ook wel in. Maar het zijn, je moet je voorstellen, dat zijn vijf jongens die hierin spelen. En toen ik ze voor het eerst leerde kennen, wilde ik weten wie ze waren en hoe zij hier in Overvecht leefden en hoe Overvecht naar hun keek en hoe zij naar Overvecht keken. En ik merkte heel snel al dat zij, dat zij 200% hun best deden om een positieve beeld te creëren. Want ze zijn wel van Marokkaanse afkomst en er heerst wel een negatieve beeld over de Marokkanen. En zij proberen het juist vanuit een positieve benadering te hebben. Maar dan merken ze dat ze overal moeten aanpassen. Ze moeten zich overal weer zo aanpassen dat ze zich in bochten en rings moeten wringen om die positieve beeld te creëren. En dan is de vraag nog, hoeveel van jou blijft er nog over als jij continu moet aanpassen aan de samenleving? Wat is dan nog jouw eigen identiteit hierin? Wat is dit? Ja, wie gaat spelen, man? Alleen voetballen. Ja, wat dan niet, joh. Maar je zag op een gegeven moment hele veranderingen. Mensen die bij het stuk zitten, die waren in het begin verlegen. En dat doe ik niet, en dit en dat. En dus heel veel gepraat met ze. En nou, als je die jongens nu ziet, dan zeg je van, jongens, die jongens zijn, die hebben zoveel aan zelfvertrouwen gewonnen. Ja. Dat het echt dat het top is voor ze. Echt goed voor ze. Nee. Ik heb wel serieus. Hoe wij te werk gaan is dat wij hun bevragen wat zij allemaal hebben meegemaakt in hun leven. En ook in hun omgeving, zo van wat zij hebben gezien. En dat proberen zij hier weer te geven. En aan de hand daarvan maken wij de toneelstukken. Dus het is wel gebaseerd op eigen ervaringen. Een van de jongens is verliefd op een zusje van een andere jongen. Maar die hebt daar niks van gezegd. En die zeggen op een gegeven moment komt dat toch uit, want hij vertelt het aan een vriendje en het komt dan toch bij die jongen uit. En dan zegt hij van, ja, ik heb liever dat je een mes in mijn rug had gestoken dan dat je op deze manier had dan zelf naar me toegekomen. Moet ik het van een ander horen? En, Doe rustig, jongen. Doe rustig. Wat? Doe rustig? Ben jij gek of zo? Is mijn zusje. Wat dat doe is jouw beste vriend. Doe even rustig. Fuck hem. Dat zijn mijn beste vrienden. Doe die dit niet. Komt die naar mij toe? Fuck hem. Wat mijn zusje? Wat mijn beste vriend? Gewoon rustig, man. Waar ben je? Waar ben je? Het laat heel mooi zien hoe zij met elkaar omgaan in een positieve manier. Ook hoe bewegelijk zij zijn. Dat komt ook in het stuk voor. Maar ook voorbeeld, ze willen een beetje af van dat cliché dingen, wat er gebeurt. Voorbeeld, er heerst wel in de Marokkaanse cultuur als de roddelcultuur. Dat laten zij ook wel zien, maar zij laten ook zien hoe zij ermee omgaan. Dus ze laten ook het andere kant van het medaillon zien, hoe zij dat doen, hoe zij dat oplossen. En dat zij niet juist gaan roddelen, maar juist naar de persoon toe gaan als er iets is, dat ze ermee gaan praten. Ja. En de rol van homo, werd die onmiddellijk door een van de jongens geaccepteerd of was dat heel moeilijk? Dat was echt, werd gelijk opgepikt, ja. Ze waren ook niet bang voor reacties? Nee. Want we hebben in de tussentijd nog eens een keer wat mensen over de vloer gehad die kwamen kijken. Vrienden ook, die kwamen kijken. En dan zie je toch op een gegeven moment, ja, je ziet wel als er vriendjes komen kijken, dan is het even wat anders. Want dan toch een beetje die gêne die ze dan hebben. Maar ik moet zeggen, dat perfect gaat dat. En de jongens oefenen nu twee keer in de week, woensdagavond en zondagmiddag. Alles wat wij doen hier, vragen wij wel aan hun van, wat wil je laten zien? Kijk, als zij iets niet willen laten zien, hoeft dat ook niet te gebeuren. Dus alles wat ze doen is wel vanuit hun. Wij werken ook wel vanuit hun. Hey,
Stop! Zijn ze veranderd door hun rol? Sommige jongens wel, ja. Er zat iemand bij die had helemaal geen zelfvertrouwen. En als je die nu ziet, dan sta je echt verbaasd te kijken. We nodigen van tijd tot tijd ook mensen uit om hier tijdens de improvisaties om te kijken van, hey, klopt het wel? Dus zij zijn wel wat publiek gewend. En dat is ook wel goed, want als het in oktober is, dan hopen we per avond zo'n 200 man te verwachten. Dan moet het wel helemaal goed komen. Ik kom zeker kijken. Oké, dank u wel.